Het is zaterdag 18 juni. Het is de tweede wedstrijd in de halve finale. DVS speelt de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys. Eerste soort van aanval richting Benjamin Roemion. Maar nu is het in de handen van doelman Mike van der Meulhof. Kijk, daar is Ali Akta weg. Kan hij de bal onder controle brengen? Ja. Voorzet, goed. Oh. Ja, daar was Benjamin dichtbij. En DVS was er snel uit via Ali Akla, die met een voorzet Benjamin Roemion wint te vinden. Maar de bal net over het doel kopt. Dat was een goede kans voor DVS. Serieuze kans in de zesde minuut. Akla met de bal naar Veenhof. Steekballetje nu misschien richting... Achterloos. Ja. Dan kan hij door. 16 in. Kiezen. Oh. Stef Nijland. Ja, die had eigenlijk tussen de palen gemoeten. Kijk, die doet DVS goed. Dat is een pittige overtreding van Asiente, die uiteraard misbaar maakt. Ja, daar heeft hij wel een abonnementje op. Is ook ervaring natuurlijk. Nassim. Ja, daar kan Jeremy Jonker bij. In de 16. Weet hij het overzicht te houden? Nee! Och, ja. Jeremy Jonker stond al op de achterlijn, dus veel anders dan dit had hij niet kunnen doen. Maar daar was DVS opnieuw dichtbij. Daar is Mark Veenhoven weg. Ablak in de achtervolging, voorzet. Lommers. Nee, dat was de eerste kans voor Kozakken Boys. Veenhoven vindt Lommers die de bal inkomt, maar de bal voorlangs het doel van Daan Huiskamp. Tweede paal. Achterin. Wat is het? Veenhoven. Terug naar Stout. Gaat naar zijn rechterbeen. Bal naar Marijns. Kan alleen maar terug. Veenhoven. Dit is op zich goed gevoetbald. Akla nu in duel. Nu wel de voorzet. Bal gaat richting tweede paal. Ja, daar stelt hij erin. Een gevaarlijke bal. Frank Keukens. Frank Keukens maakt doelpunt voor Kozakken Boys. Een voorzet. Staat helemaal vrij. Kopt de bal in en de bal verdwijnt over Huiskamp heen. Ja, nou zal DVS in de achtervolging moeten. Een goede bal van Stef Nijland op Quincy. Weer een snelle voorzet. Nou, Akla. Akla. Ja! Binnen. Ja. Handsbal. Nee, handsbal. De scheidsrechter heeft een handsbal gezien. Ja. Het was in de zichtlijn van de scheidsrechter. Hij is erg gedecideerd. Dat deed Akla overigens razend knap. Controleerde de bal en met zijn linkervoet schoot hij de bal in de linkerbovenhoek. We zijn bij Ali Akla die zich uit laat zakken. Jeremy Jonker schakelt zichzelf in. Ze is weg uit het centrum. Dat is een lastig schot. Tweede instantie. Oh. Ja, daar had de keeper moeite mee met het schot dat je aan zag komen. De keeper kreeg het niet onder controle en bijna was Benjamin Roemion nog op tijd om af te drukken. Dekker nu, speelt Nijland in. Keukens loopt hem in de rug, gaat door. Nu weer en een schotpoging. Ja, en daar zit de bal weer. Geweldig. Geweldig. Quincy Veenhof zet DVS op gelijke hoogte. En opnieuw, net als een aantal minuten geleden, het schot liet zich aandienen. De bal was bij Veenhof. Had de tijd om uit te halen, deed dat. En de bal leek mij eerlijk gezegd houdbaar, maar was toch, het schot was de keeper toch te machtig. Hoe het ook zij, het staat hier 1-1. En dat is voor alles en iedereen dat DVS een warm hart toe draagt toch prachtig. Hè? DVS heeft binnen 10 minuten de achterstand omgebogen. Ja, er worden een hoop fouten gemaakt. Er gebeuren dingen die lastig te verklaren zijn. Anders denk ik dan dat de hitte een rol speelt. Bal te kort. Ja. Oh, kijk. Daar is Benjamin scherper dan Silva. Benjamin op Veenhof. Kruisheer. Kruisheer brengt de bal onder controle. En probeert ook van afstand. Bal zeilt naast. En aangeraakt. Bot. Het gaat allemaal een beetje van dat had Stout duidelijk aangegeven wat hij van plan was. Toch ooit Bot Stout te bereiken. Stout.
Met een voorzet. Tweede paal. Van Overbeek. Van Overbeek werd bijna gevaarlijk. Het was Lommers die eerst onder de bal doorging. Bal schoot door richting Van Overbeek. Ja, dat is een onbedoeld goede diepe bal van Jonker op Veenhof. Die Ali Akla aan het werk zet. Akla, de bal te veel versig verschuit. Zonde. Van Overbeek vertrekt uit de rug van Maarten van Dijk. Hou je handen thuis. Oh, oh. Cruciale tackle van Tim van den Berg, want hij schoof hem al richting opnieuw. De goal. Corner in de 75ste minuut. Asciente. Voormalige Marokkaans international met de corner richting Lommers. Bal blijft hangen. Veenhoven kan hem niet schieten. Akla laat hem lopen. Voorzet. Appel voor Hens. En de scheidsrechter besluit ook om een penalty te geven. Gele kaart voor Maarten van Dijk. Lommers of Huiskamp? Daar zat Huiskamp dichtbij, maar het is toch Lommers. Lommers die Kozakken Boys op een 2-1 voorsprong zet. Terwijl DVS nu de bal inbrengt. Bal bij Anincora. Bal met de bal aan. Wat gaat hij doen? Draaien uiteraard. Kruiseer. Schieten, zou je zeggen. Nee, naar Nijland. Nijland dan. Voorzet. Veenhof. Kan nog. Bal blijft hangen. Valstar. Valstar? Nee. Dat de is, keeper. Nou ja. Denk ik afgelopen. Laatste. Dan zal het wel gebeurd zijn. Mogelijkheid. De 6 minuten erop zitten. Nog één keer diep. Bal bij Stout. Stout de hoek. In de hoek. En als je Stout bent, ga je de hoek in. Gedaan. Het is gedaan. Het is Kozakken Boys dat over 2 wedstrijden toch de sterkste is gebleken voor DVS. En wat zullen de DVS'ers balen en de supporters van DVS ook balen. Want ja, over 2 wedstrijden gezien, was Kozakken Boys nou beter? Ja, de stand laat zien van wel. En daarmee bedankt voor DVS. Voor DVS is het seizoen ten einde. Juist.